In deze video ga ik laten zien hoe je je beginscherm helemaal kunt personaliseren, zodat je een mooi esthetisch homescreen hebt. Voor deze video ga ik de app Widgetsmith gebruiken om mooie widgets te maken voor het beginscherm. Nou, hiermee kan je dus die mooie widgets maken. Je kan foto's toevoegen, kalender, tijd. Ik ga beginnen met een kleine widget, Add Small Widget. Druk ik op en dan kies ik voor een foto. Je kan hier verschillende thema's kiezen. Ik ga even beginnen met een foto toevoegen. Nou, ik heb even een plaatje gedownload van Pinterest. En die sla ik dan op. Nou, ik heb dus nu een widget gemaakt en die kan ik toevoegen aan de homescreen. Ik druk even mijn iPhone, hou ik zo ingedrukt in en dan zie je dat er een plusje komt te staan bovenin. En daar kan je een widget toevoegen. Ik moet even naar Widgetsmith zoeken en dan voeg ik een kleine widget toe. Als ik het vervolgens ingedrukt hou, de widget, dan kan ik de widget wijzigen. En daar kies ik dan die widget die ik net heb aangemaakt. Dat is de Small 2 heet. Je kan natuurlijk een andere naam geven om het handiger te maken. En dan zie je dus dat die foto daar is toegevoegd. Nou, ik ga nog even een voorbeeld, een widget maken. Ik doe nu een medium widget. En ik vind het wel leuk om een klok met een kalendertje te kiezen. Nou, je ziet bij thema kan je een leuk thema kiezen. Powder, Adventure. Deze kan je ook weer helemaal personaliseren door Customize Theme te drukken. Ik kan hem bijvoorbeeld een ander lettertype geven. Ook kan ik de kleur nog aanpassen bij Background en Tint. Een beetje voor iets neutraals gaan. Je kan een rand toevoegen als je wilt, een artwork. Nou, ik ga dit even zo opslaan. En dan voeg ik deze weer toe aan mijn homescreen via het plusje, Widgetsmith. En dan kies ik nu voor de medium widget. Nou, zoals je ziet heb ik dus nu al wat mooie widgets toegevoegd. Nu wil ik apps gaan toevoegen aan mijn homescherm. Nou, niet zomaar apps. We willen natuurlijk in een leuke stijl hebben. Dus dat er een mooi icoontje komt te staan. In plaats van het normale logo van die app. Nou, hoe ga je dat doen? Hiervoor gebruik je de app opdrachten, oftewel shortcuts. En je gaat dus eigenlijk zo'n shortcut maken naar die app. Ik open dus de app opdrachten. Je zet standaard op je iPhone. Rechtsbovenin op het plusje ga ik een nieuwe opdracht maken. Ik klik op voeg taak toe. Ik wil dat het een open app is. Zo. Nou, welke app wil ik openen? Ik kies nu even voor het voorbeeld Instagram. Dan ga ik dat nog even aanpassen. Ik wijzig de naam. Ik wil natuurlijk dat de Instagram onder te staan komt. En dan vervolgens, als je op het pijltje drukt, dan klik je op zet op beginscherm. En dan kan je hier een mooi icoontje gaan toevoegen. Nou, hoe doe je dat? Dan klik je even op dat icoontje en dan kies foto. En zoals je ziet heb ik hier allemaal icoontjes opgeslagen op in mijn camerarol. Ik zal nog even een linkje in de beschrijving zetten naar wat leuke icoontjes op mijn Pinterest board. Zo, dan voeg ik die toe. En zoals je ziet is die dus nu toegevoegd aan mijn beginscherm. Nou, en zo kan ik dat verder gaan doen. En zo ziet het dus als voorbeeld uit. Als ik op Instagram druk, dan opent hij de app Instagram. En er zit dus wel even nog een tekstje bij van dat hij de opdracht heeft uitgevoerd. Dat is dus wel een beetje irritant. Maar het ziet er nu wel mooi uit. En zo kan ik dus nog meer opdrachten gaan toevoegen via de opdrachten app. Ik ben nu ook even een mooie shortcut aan het maken naar de YouTube app. En als je trouwens nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, druk dan even op die abonneerknop. Dan zou je ons natuurlijk heel erg helpen en blijf je up-to-date van dit soort toffe video's. Nou, zoals je ziet heb ik nu alle apps toegevoegd aan mijn beginscherm. Als je wilt kan je het nog een beetje aanpassen. En dan is mijn beginscherm helemaal klaar. Vond jij dit nou een handige video? Doe even een duimpje omhoog en druk op die abonneerknop. Dan zou je mij heel erg helpen en blijf jij natuurlijk up-to-date van dit soort toffe video's.
Heb jij nog andere ideeën voor leuke video's? Laat het weten in de reacties beneden. En tot de volgende keer. Ik ben Liene van Time to Guide en nu is het time to go.